Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ga vandaag een roomtour doen. Ik heb mijn slaapkamer al helemaal in de kerstsfeer gebracht. Dus ik ben excited om het met jullie te delen. Dus mocht je benieuwd zijn, kijk dan vooral verder. Laten we beginnen bij mijn deur. Ik heb bij mijn deur een spiegel, maar bovenin heb ik een aantal stickers geplakt. Ik vond dat er wel gezellig uitzien. En hier aan de zijkant heb ik deze krans. En hij heeft ook belletjes. Dus dit hangt hier. Dan gaan we naar een van mijn favoriete gedeeltes van mijn kamer. Namelijk deze plankjes. Ik ben hier heel erg blij mee. De decoratieelementen die op deze plankjes staan verander ik regelmatig. En nu staat er dit. Oké, laten we hier beginnen. We hebben hier wat lichtjes. En dat heb ik zo tot daar geplaatst. En we hebben hier een slinger. De reden waarom ik hier een slinger heb is ook om de batterij een beetje te kunnen verbergen. Dan hebben we hier een print. Deze heb ik van Pinterest. Een radio van de Action. Dan hebben we hier een kerstboom. Jullie mogen van mij gaan tellen hoeveel kerstboompjes ik in mijn slaapkamer heb staan. Maar dit is kerstboom nummer 1 met wat lichtjes. Hiernaast hebben we een camera. Deze is eigenlijk voor in de boom bedoeld. Maar ik vind het ook wel leuk om hem hier neer te zetten. En dan hebben we hier een kaars die ik nog nooit aan heb gestoken. Dus dat wordt wel eens tijd. Dan gaan we naar de plank erboven. We hebben hier een rendier met allemaal lichtjes. Nog een print die ook van Pinterest komt. En een tekst met Merry Christmas. En dit schelpending komt jullie misschien al bekend voor. Die heb ik namelijk al een tijdje. Ik heb mijn bureau voor mijn doen best wel rustig gehouden. Ik heb in dit hoekje heb ik een marmeren plateau. Dit is officieel een taartenplateau, maar ik heb het hiervoor gebruikt en hier heb ik twee bladeren, of nou ja, het zijn nep bladeren. Dat heb ik in een vaas gedaan, alleen dit hoekje is eigenlijk niet zo heel mooi, want ja, je ziet mijn stopcontact en dat is gewoon heel erg afleidend. Maar het is even niet anders en we hebben hier ook nog kerstboompjes en een parfum, wat eigenlijk heel erg random is. Ik heb onder mijn bureau een kast. En hier had ik eerst allemaal spullen op gedaan. Het kastje zelf is van de IKEA. Maar ik heb er een marmeren sticker op geplakt. Ik vind het een leuke DIY. Het ziet er leuk uit. Alleen voor mijn kamer is het niet ideaal. Want ik heb niet zoveel ruimte. Dus ik heb het maar half onder mijn bureau geschoven. Dan gaan we naar de andere kant van mijn bureau. Trouwens, hier staat mijn computer. Maar die heeft er altijd al gestaan. We hebben hier een vaas met een aantal droogbloemen. Mijn zoutlamp. Een roomspray. En een kaars. Een van mijn favoriete winterse kaarsen van Yankee Candles. Alleen wat ik heel jammer vind, is dat die door de warmte, of ja, door het vuur, hier zwart wordt. Dus af en toe maak ik het schoon. Maar ja, dat is het enige minpuntje eraan. Maar hij ruikt super lekker. Voorheen had ik altijd een houten bureaustoel. Nou, die zat echt voor geen ene meter. Deze daarentegen zit oké. Hij is niet top, maar hij is gewoon prima. De inhoud van mijn lades. Ja, dat ziet er zo uit. Ik probeer het zo georganiseerd mogelijk in te delen. Soms lukt het niet helemaal. Deze bakjes, die transparante bakjes van de HEMA, die helpen wel echt. Dus in dit laadje heb ik al mijn kantoorartikelen. Al mijn oliën voor mijn aroma diffuser. Kijk hoeveel ik er heb. En in het andere laadje heb ik mijn make-up. Ik probeer het altijd zo netjes mogelijk te houden. Maar ja, omdat ik hier elke dag gebruik van maak, lukt het me niet altijd. Maar zo ziet mijn make-up laar op dit moment uit. Dan gaan we verder naar mijn kledingkast. Ik heb hier een kerstsok hangen. En voor de mensen die mijn kerstshoplog hebben gezien, die weten dat ik nog een andere kerstsok had gekocht. Maar die heb ik nu eventjes in mijn kledingkast gedaan. Omdat ik hem, to be honest, een beetje lelijk vind. Ik vind de sok zelf mooi. Alleen de vorm is echt heel erg zielig als je het vergelijkt met deze, want deze hangt gewoon heel erg mooi en dit hangt heel slap. Ik denk als je er cadeautjes in zou doen, dat het wel er beter uitziet. Maar nee, ziet er zeg maar niet heel mooi uit. Ik wil binnenkort weer mijn kast gaan herinrichten. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om regelmatig mijn kast opnieuw te organiseren. Echt organization freak dat ik ben. Maar op dit moment ziet mijn kledingkast er nu zo uit. Ik heb mijn schoenen hierboven staan. Maar als ik ze heb gedragen, maak ik ze ook schoon. Zodat ik het heel clean daar weer op kan zetten. En ja, eens in de zoveel tijd maak ik ook deze plank schoon. Zodat het niet
te vies wordt. En dan hebben we hier een aantal van mijn kledingstukken hangen. Ik merk echt dat mijn winter garderobe zoveel ruimte in beslag neemt. Truien zijn groot. Echt mijn zomerkledingkast vind ik veel fijner ogen. En dan kan ik ook veel meer in kwijt. Maar ja, voor nu is het dit. De onderkant van mijn kledingkast mag ook wel even een upgrade gebruiken. Maar dat is een zorg voor later. En achter de andere deur heb ik mijn truien. En dan denk je, oh, je hebt best wel veel truien. Nou, het leuke is dat achter deze stapel nog een andere stapel zit. Dat zijn dan mijn truien die ik minder vaak draag. Maar ja, ik heb een lichtelijke obsessie met truien. Ik vind het gewoon heel comfortabel zitten. Ik draag het ook allemaal. Dat is dus het probleem. Ik vind alles leuk en ik draag het elke keer weer. Maar ja, het neemt ook gewoon heel veel ruimte in beslag. Kijk het verschil tussen zeg maar mijn shirts en mijn truien. Het is gewoon, ja, truien zijn gewoon groter, meer stof. Maar onder mijn truien heb ik mijn t-shirts, mijn witte t-shirts, long sleeves, short sleeves en wat mijn donkere shirts. En daarachter heb ik ook nog een stapel met mandjes. Daar zitten extra pyjama's in en bikershorts, dingen die ik niet heel snel draag. Hieronder hebben we mijn jeans en een kledingroller. Een aantal van mijn jeans zitten ook nog in de was, want normaal gesproken is mijn stapel zo hoog. En achterin heb ik nog een aantal hoodies. Oh, het houdt niet op. Ik moet echt mijn truien gaan sorteren. Maar ja. Dat was dan mijn kledingkast. Ik vind het echt satisfying als mijn kledingkast echt strak clean is. Maar ja, dat is op dit moment niet het geval. Het kan beter. Maar ik wilde wel gewoon de realiteit met jullie delen van hoe het er nu uitziet. En niet dat altijd alles perfect hoeft. Dus ja, dit was mijn kledingkast. Dan hebben we mijn bed. Boven mijn bed heb ik op dit moment dit hangen. Twee lijsten, twee sneeuwvlokken. En dit ding, dit heb ik al zo lang. Op mijn bed zelf heb ik enorm veel kussens. Ik heb niet normaal veel slaapkussens. En ik heb deze twee sierkussens ervoor liggen. Ik had ook nog een andere kussen. Die had ik in mijn shoplog laten zien. Alleen die vond ik toch net te groot voor op mijn bed. Dus die heb ik in de woonkamer liggen. En ik heb hier ook een kleed. Ik vind het wel leuk als een kleedje een beetje messy op mijn bed ligt. En dit kleedje is zo zacht. Hij is van Casa en I love it. En dan hebben we mijn laptop hier. Aan deze kant hebben we ook een superleuk hoekje. We hebben hier een kerstboom. En ik heb deze kerstboom in een mandje gedaan. Dan hebben we nog een lijst. En een rendier. Super adorable. En hierachter, je zag waarschijnlijk al wat branden. Hier hebben we mijn aroma diffuser. Oh, het licht ziet er heel raar uit op beeld. Het knippert een beetje volgens mij. Kan niet uit? Ja. Ik vind het altijd fijn om mijn aroma diffuser aan te hebben. Dus die staat een klein beetje achter deze lijst verscholen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus dit staat er op mijn nachtkastje. En de inhoud van mijn nachtkastje is niet zo boeiend. Want ik heb voornamelijk allemaal kleding van mijn vriend hierin zitten. Mijn andere nachtkastje is minder spectaculair. Ik vind dat hoekje veel leuker. Ik heb het wel bewust heel rustig hier gehouden. Omdat ik niet heel veel ruimte heb. En dit is echt het nachtkastje waar ik altijd van alles op leg. We hebben hier mijn telefoon. Die ligt nu in de lader. Die heb ik of op mijn nachtkastje liggen of op mijn bed. Mijn kopje koffie. En hier hebben we mijn speaker. Ik gebruik deze echt elke dag. Als ik muziek aan heb, zet ik mijn speaker aan. Echt love dit ding. Hierachter heb ik mijn waterfles staan. Want ja, ik moet wel genoeg water drinken, of course. En hier hebben we nog een kerstboom. Die staat een beetje hier achter schuin verscholen. Hier hebben we een notitieboekje waar ik van alles in nog wat opschrijf. En de inhoud van mijn nachtkastje is best wel redelijk georganiseerd. We hebben hier mijn brillencollectie. Ik heb een paar jaar geleden, vorig jaar volgens mij, een samenwerking gehad met Specsavers. Dus ik heb daar heel wat brillen van ontvangen. En daarnaast heb ik ook mijn eigen brillen, zonnebrillen, anti-blue light brillen. Hier heb ik een paar van mijn sieraden. En dan hebben we hier, oh, dit is echt
beschamend. Ik heb hier eventjes mijn krultang, steltang en föhn ingedaan. Omdat ik daar eventjes geen plek voor heb. Dus het zit een klein beetje opgepropt wat niet zo goed is. Maar het heeft een tijdelijk plekje. In dit laadje heb ik mijn iPad liggen. Ik vind deze handig om te gebruiken om doodles op te maken, notities te maken, samenvattingen te lezen. En hier hebben we ook nog een aantal boeken, notitieboeken. Dus dat zit er in dit laadje. En in het onderste laadje heb ik een aantal van mijn apparatuur liggen. Ik heb hier één camera nu, maar normaal gesproken liggen meerdere camera's hier. En wat bedrading. En dit is hoe mijn kamer er op dit moment uitziet. Ik merk dat ik heel erg kritisch naar mijn kamer kijk. Want ik heb hier en daar wel wat dingetjes die ik nog aan wil passen. Zoals ik zei, dan is er een hoekje nog een beetje rommelig. Dan denk ik, ja, het kan beter. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want het hoeft ook allemaal nooit perfect. Maar ik vind het gewoon fijn als mijn kamer opgeruimd is. En ja, het ziet er nu ook gezellig uit. Lekker in de kerstvibe. Ik heb het wel heel erg natuurlijk gehouden, omdat dat toch wel een beetje de vibe van mijn kamer is. Voorheen had ik wel echt kerstkleuren in mijn kamer. Maar nee, ik hou het gewoon nu lekker sfeervol. En als het 's avonds donker is, vind ik het ook heel erg gezellig om mijn normale licht, dus mijn grote licht, uit te doen. En alleen een aantal kaarsjes aan te zetten, mijn lichtjes aan te doen. Ja, dat is zo sfeervol. Ah, ik word er gewoon blij van. Mocht je jouw kamer ook al in de kerststemming hebben gebracht, laat dan vooral weten wat jouw favoriete elementen zijn uit jouw kamer. Door hier een reactie onder te plaatsen. Of je kan ook een foto sturen via Instagram DM. Want ik ben heel erg benieuwd hoe jullie kamers eruit zien. En mocht je advies willen hebben of zo, hoe je iets kan inrichten, dan wil ik er ook voor je zijn. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht je meer van mij willen zien, dan kun je zeker op mijn kanaal abonneren en me op Instagram volgen. En hopelijk tot de volgende keer.